Ja, nou, we zijn live. Het is 9:59 uur. Goedemorgen. Nou, hij is nog aan het draaien. Ik weet niet of jullie hem al kunnen horen. Goedemorgen. Dames, het is 10 uur. En zondag 6 juni. En vandaag gaan we een dubbele workshop doen. Twee kaarten. De ene kaart, ik zal mijn gummetje even wegleggen. De ene kaart is dus deze. Die is gemaakt met de mallen van Creelise, de plannermallen. Goedemorgen, Wil. Ik heb de nummers niet meer, want ik heb de mallen al verkocht. Goedemorgen, Ria. In een combinatie. En deze kaart, die noem ik de dubbele piramidekaart. Nou, het is gewoon eigenlijk heel simpeltjes. Maar goedemorgen, Carla. Nou ja, deze is natuurlijk betrekkelijk snel klaar. Dat is allemaal vouwen en plakken. Goedemorgen, je ook. Dus ik denk, nou, dan doe ik er twee. En dan voor volgende week, dan loopt het al een beetje naar Vaderdag toe. Dan hebben we dus een leuk cadeaumapje. Het is een. Ik laat het straks, na de uitzending, laat ik het even zien. En dan vertel ik er wat meer over. Dat zou ik eerst later in de maand gedaan hebben, maar de tijd gaat zo snel dat voordat je er erg in hebt, is juni alweer bijna voorbij, bij wijze van spreken. Dus hebben we even de planning een beetje omgekeerd. Nou, dit is het dus. Ik ga maar beginnen met de plannerkaart, zoals we hem noemen. De pakketjes, degene die ze besteld hebben. Die kunnen eventueel meedoen. Het is natuurlijk heel simpel. Dit is het pakket. Ik haal alles er even uit. Er zit geen gebruiksaanwijzing bij deze keer. En dat is ook een klein beetje gekomen door, door de drukte ben ik het vergeten. Maar het wijst de weg vanzelf. En ik kan er geen beschrijving van maken, want die mallen heb ik niet. En dan zou je dus ook die mallen moeten hebben, die stansen. Dus vandaar dat we eigenlijk het een beetje zo kaal, zeg maar, zal ik maar zeggen. Ik heb hier een draadje, een touwtje. Het papier wat we gebruikt hebben is de Brown Mood van, als ik het goed zeg, Craft the Clock. Dat paperpad in die kleur is uitverkocht. Ik heb nog wel de andere kleuren en er komen dus nieuwe kleuren binnenkort binnen. Er zijn drie nieuwe kleuren van de Mood uit. En ik heb er, meen ik, twee in ieder geval van besteld. En ik heb nog een heel mooi pakket besteld. Goedemorgen allemaal. Even kijken. Zo, er zijn al heel wat dames. Goedemorgen iedereen. Nou, gezellig allemaal. Jeetje, Mina zegt wat leuk. Heerlijk, gezellig. Nou, nee, ik hou op met gezellig, want iedereen heeft het al over gezellig. Goed, nou, zoals jullie gezien hebben, dames, had ik twee kaarten neergelegd, hè? Deze en deze. Nou, we beginnen met deze. Het is natuurlijk een hele simpele kaart. Hij bestaat uit twee delen. De bedoeling is dat je dus één deel een klein beetje rilt. Er zit een vage rillijn in, maar het is misschien handig om hem toch nog heel even te accentueren met een extra rilletje. En dat ga ik er nu even doen. Zo. Want dat vouwt dan iets makkelijker. Kijk, dan kun je hem een klein beetje zo. Het hoeft niet zoveel. En dan gaan we toch maar even deze twee op elkaar plakken. Eenvoudig. Niks bijzonders. Dus iedereen die het pakketje heeft, die kan meedoen. Je kunt stukjes tape ertussen doen, maar ik denk dat in dit geval een beetje lijm handiger is. Het is maar dat het op zijn plaats blijft zitten. En de gaatjes op elkaar, dus ik pak hem even op zo. En het kan niet missen. Nou zit hij dus. Kijk, en dan kan je, als je hem een beetje gerild hebt, dan kan hij even open en dan kan je hem ook weer neerzetten. Goed, nou dat is dat. Dat is dus heel eenvoudig. Dan hebben we in het zakje zitten een wat langer draadje. Het is gewoon jutetouw. En dat jutetouw, dat gingen we dus doorrijgen door de gaatjes.
Dan moet ik even nadenken hoe ik het ook alweer gedaan had. Ik denk dat ik hier begin. Zo, want dan heb je hier een uiteinde om een strikje te maken. Dan ga ik van voor naar achter en dan van achter naar voor aan de onderkant. Maakt niet zoveel uit. Zo. En dan gaan we weer van buiten naar binnen. Of van binnen naar buiten, net hoe je het noemen wil. En dan gaan we even, wat ik dan wel doe, dat is dat ik hem hier even doorheen haal. Door die lus. En dan ga ik hier weer in. Deze, de bovenste dus. Ik ga de bovenste in. Dan gaan we die volgende weer terug. Even een beetje puntje aanmaken. En onderwijl ga ik dan weer naar de middelste naar buiten. En dan zet ik ook gelijk hier het draadje vast. Het touwtje. Geen draadje, touwtje. Nou, hij zit ongeveer in het midden. Dus dat is ook meer geluk dan wijsheid. En dan maken we even een strik. Zo. Oh ja, en dan had ik dus een tip met mijn omkeerpinset. Een contrapinset. Zal ik even pakken. Dat had ik nog niet neergelegd. Even kijken. Die moet hier en er eens tussen zitten. Dat. Contrapinset. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Waar is mijn... Oh ja. Kijk. Ik heb hier dus het contrapinset. En ik gebruik dat regelmatig om mijn knoopje even vast te zetten van het strikje. Kijk, ik doe dus hem open en ik klim mijn pincet eventjes over het knoopje. Kijk, dan zit het lekker strak en dan kun je er een goede strik op maken en dan blijft hij netjes zitten. Zo, kijk, en dan haal ik hem ertussenuit. Zo, nou, dat is alles. Vind je het draadje te lang, dan knip je het een beetje af. Zo, nou, die is niet zo erg. Nou, dat is het. Dan hebben we hier het designpapier. Wat we wel hebben gedaan is met bruine inkt. En in dit geval heb ik hier de Walnut Stain, de oxide. Ik heb zomaar wat gepakt, want het maakt niet zo gek veel uit hoor. En dan eventjes toch langs de randjes. En wat, ik zal hem even om... Oh, dat valt ook niet mee. Er zit dus geen rechte rand aan, hè. Het is een bewerkte rand. Dus op zich zijn het hele mooie stansen. Maar bedoeld als plannerpagina. Nou, ik doe zelf niks met planners en journals. Maar we vonden dus, Joke en ik vonden dit wel een hele leuke kaart. Toen we hem zagen bij Crealise. Vandaar dat we dus dat hebben gedaan. Nou, dit komt hierop. Het wijst echt wel een beetje de weg vanzelf. En... ik doe dus deze keer wel met lijm en niet met tape. En dan heb je, kijk, dat is het hele eiereten. Hij is wel heel mooi. Op zich is het natuurlijk wel een leuke kaart en ook een hele mooie kaart. Ik zal even doorscrollen weer. Goedemorgen allemaal dames die ik nog niet gezien heb. Nou, jullie horen wel aan mijn stem. Ik ben nog een heel klein beetje schor. Maar dat stelt niks voor. Goed. Dan zitten dus labels in. Twee stuks. We hebben dus zo gekozen voor een donkere en een lichte. Omdat het papier betrekkelijk donker is. En dan hebben we ook deze pockets. Een kleine en een grote. Nou, ik zal dit even dicht doen. En dan gaan we eerst dus de grote pocket in orde maken. Er zitten ook allemaal al... plakrandjes aan, want ja, dat doet dus natuurlijk die stans. En die plakrandjes, daar gaan we toch tape op doen. Ik vind het toch wel prettiger met tape, maar wat ook verstandig is, is om eerst dus de pocket even, terwijl die plat ligt, aan te kleden. Dat lijkt me handiger. En dan hebben we dus deze drie laagjes hierop. Hier gaat weer bruine inkt langs. Dus ik doe eigenlijk alleen maar het bruin langs het designpapier. Dus niet langs het bruine karton. Ook niet langs de crème
kleur. Ja, volgens mij was dit de crème. Het is het linnenkarton van Cardeco. Alleen deze donkerbruine. Dat is de chocoladebruin van Crafty Motions. Het is een hele mooie diepbruine kleur. Die ik persoonlijk dus wel heel erg mooi vind afsteken. Bij dit designpapier. Ja, toen legde ik dus mijn lijm hier neer. Oh, hij is in het bakje gevallen. Ik denk al, waar is die nou gebleven? Goed. Kijk. Deze plakken we eerst hierop. Nou, wacht even. Hij moet wel netjes. Alle kanten gelijk. Het zijn wel brede matranden hoor. Maar ja, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Want het gaat dus door de machine. En deze komt dan hier. Zo. Het zijn matranden van zowat een halve centimeter. Nou, dan gaan we dus even hier vast tape op doen. Ik zal even kijken of ik het goede heb. Ja, ik heb hier de bredere tape, de 9 mm score tape. Maar eigenlijk moet ik de 6 gebruiken. Maar dit gaat net. De plakranden zijn een centimeter. En zo. Dat is die. Dan nemen we even het vouwbeen, zoals gewoonlijk. En ik zag laatst ook iemand in een live, een Engelse of een Amerikaanse, en die deed het ook. Die streek ook het tape aan. Dus ik ben niet de enige. Zo. Nou, deze wordt hier dus, zeg maar, hier opgeplakt op ongeveer, ja, gelijk met de zijkant hier. Wacht, kijk, ik zet hem er even op. Zo. En dan even het touwtje ertussenuit. Zo. Kijk, nou zit hij. Dan neem je even je vouwbeen. Je kan ook, als je een groot vouwbeen hebt, is dat natuurlijk makkelijk. Ik heb hier dat kleintje. En nou zitten deze zit los. Daar zit dus geen tape, hè, dat je erom denkt dat daar geen tape zit. Nou, dat is de eerste pocket die erop zit. Dan hebben we hier de tweede, de kleinere. En die gaat uiteraard op dezelfde manier. Ik ga even met inkt. Even kijken, dat is de goede kant. Oh ja, de stipjes die komen aan de buitenkant. Zo. Nou, die kan even dicht. Die hebben we niet meer nodig. En dan gaan we dat ook weer even zo opplakken. Dat doe ik ook maar weer met lijm. Ondertussen kijk ik even, ik zie dat er alweer meer mensen, dames, bijgekomen zijn. Zo. Ja, je hebt ons geleerd om eerst de tape aan te strijken. Ja, dat vind ik dus prettig, Petra. Want dan weet je zeker dat de lijmlaag van de tape, dat het goed op je papier komt. En hey, vanaf de camping, oh ja, heerlijk hè. Hallo Greta. Ja, gezellig dat je er bent. Je hebt me toch gevonden. En dus, leuk. Zijn de pockets ook van Krelis? Ja, Akina, die zijn ook van Krelis. Het zijn twee sets. Ik heb helaas de nummers niet meer bij de hand. Ze staan op de site ook van Krelis. Ik dacht bij de nieuwe producten. En het valt onder de planners. En dan heeft ze dus tussen de kleine pocket en een grote pocket. En die zijn helemaal compleet. Dus deze drie stukjes die we hier hebben, dat is dus in zijn totaal. Het zijn drie stansen. En de grote kaart, dat zijn ook. Nee, dat zijn twee stansen. Een buitenkant en de binnenkant. Nou, er gaat hier ook een tape op. Oh, ik zie dat. Ja, mijn zoon heeft koffie neergezet. Dus ik ga straks wel even mijn koffie opdrinken. Zo, even tussendoor een slokje. Mijn mesje.
Zo. En ik snij ze dus zo schuin af. En die schuinte die neem ik dan ook weer aan deze kant mee meteen. Zo. Goed, nou. Even goed aanwrijven. Omvouwen. En dan hebben we dus de tweede pocket. En die tweede pocket die moet gelijk met de eerste komen. Je kan het ook zo doen, maar dat is niet zo leuk. Je kan hem beter gelijk met de eerste doen. Dan haal ik ook weer even allebei eraf. Anders doe ik dat nooit in één keer, maar nu wel. Zo. Want dan leg ik hem hier gelijk op deze. Zo. En dan zit hij dus. Nou, dan gaan we ook weer even met het vouwbeen erin om hem goed aan te duwen. Zo. Nou, dat is dus de kaart, de voorkant. En dan hebben we de labels. Deze, die zijn apart. Die zitten er niet bij. En ik weet ook niet precies meer. Er zijn ook nieuwe. Een betrekkelijk nieuwe label. Die gaan we ook weer even met inkt bewerken. Dus dit is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke, simpele, vlugge, vlugklaarkaart. Ja, dat heb je wel als je dus kaarten maakt die je kan, waar je het wat je nodig hebt kunt stansen met de machine. En dan krijg je natuurlijk dat het heel snel klaar is. Nou, die gaan we hierop plakken. Ik doe dit wel met lijm. En iedereen die eventueel meedoet, die kan ook gewoon dit met lijm doen. Want dan kun je altijd nog een beetje schuiven. En deze heeft ook, vind ik wel, brede matranden. Dat is wel bij Crealis erg, vind ik, gebruikelijk. Dat ze brede matranden. En als ik dan andere merken neem, dan zijn de randjes vaak, kijk, dit is de goede kant. Die zijn dan wat smaller. Wat ik zelf dus wel mooier vind. Maar ach, dit heeft ook wel weer iets. Nou, dan moeten dus ook nog twee touwtjes door de gaatjes. De gaatjes zitten er niet in. Dus die maak je met een gaatjesmaker. Of met een gaatjestang. Of met een schaartje. Met een prikpen. Ik heb dus zo'n schroef. Ik noem het maar een pompschroevendraaier. En ik heb er een gaatje in. Het is een ideaal ding. Ze zijn er van verschillende merken. Je hebt hem van Fase, je hebt hem van Joy. Vroeger had je hem nog van een ander merk, was het een roze. Die heb ik ook nog eens een keer gehad. Nou, dan hebben we nog twee stukjes naturel touw. Zo, sisal. Of ja, sisal touw geloof ik, is het. En dan, die gaat dan door het gaatje. Ik heb het kleinste bitje gebruikt om het gaatje te maken. Oh, dan moet ik wel eventjes goed er doorheen halen. Wacht even, ik denk dat ik dan de dichte kant, ga ik van achter naar voren, doe ik de dichte kant er doorheen. Kijk, dan gaat het beter. Zo. Nou, even. Dus de dichte kant heb ik van voor naar achter, van achter naar voren gedaan. Want dan vind ik dus dit. Oh, wacht even. Hij moet er natuurlijk wel allebei doorheen. Anders dan werkt het niet. Nou, kom op je. Even meewerken. Goed, zo. Nou. Oh, ik doe het dus verkeerd. Ik moet inderdaad de dichte kant van voor naar achter doen. Want ik wil dat lusje. Kijk wat hier zit. Dat lusje wil ik naar voren hebben. Oh, oh, dom, dom. Nou, goed. Dus je doet het dichte kant, het lusje, doe je van voren naar achter. Dan haal je die twee pootjes er doorheen. En dan zit hij op zijn plek. Goed. Nou, de tweede gaat ook op deze manier. Ik zal deze eerst eventjes terugstoppen. Zo, nou, kom op. Ja, het is hier niet zo groot, hè, dus ik moet een klein beetje de ruimte maken. En toch alles onder handbereik houden. Kijk, ik heb hem dus dicht, dubbel gevouwen. Hij gaat van voor naar achter. Zo.
Het is te zien, hè? Ik zit behoorlijk in beeld, hoop ik. En ben ik ook nog een beetje te verstaan? Want ik merk dat ik steeds wat zachter ga praten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Normaal moet je dat altijd doen. Even kijken. Even aanstrijken. Ja, dat kan wel, Akina. Touwtje met de haaknaald. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Ach ja, dames, er zijn genoeg tips. Dank je wel, hè. Maar goed, we doen het even zo. Kijk, en dan hebben we dus hier het, nog een tekst. Hier staat niets op. Die gaat hierin. En dan hebben we verder nog... De tekst is ook van Krelis. De hartelijk gefeliciteerd. En het woordje gefeliciteerd zit al op... mijn beeld. Even mijn dingen naar beneden doen. Dat zit namelijk al hier. Even kijken. Carla. Wat Carla? Oh, prima. Ja. Ja, je bent... Oké, ik ben goed te verstaan. Goed zo. Het woordje hartelijk. Dit is... dit zijn de matten. En daar zit ook al wat... Oh, hier zit plak achter. Hier niet. Nou, er was zeker het papier op. Nou ja, hindert niet. Dus, nou moeten we dat woordje hartelijk eraf halen. Alleen wat wel een nadeel is, vind ik, met dat plak. Al die kleine stukjes die in die lettertjes zitten, die je niet moet hebben, die gaan ook mee. Dus dan druk ik ze altijd even van tevoren of ik haal ze er eerst uit. Kijk, die plak ik er gewoon even naast. Tenminste, dat is de bedoeling. Dus in de A zit een dingetje wat je niet moet hebben. In de E zit een puntje waar je niks aan hebt. In de L, kijk, die haal ik er dan even uit. Nou, de puntjes op de I die komen straks. En in de letter K zit ook zo'n dingetje. En dan halen we dus het woord hartelijk eraf. Zo. Kijk, dat is dat. En dat gaat dan op de bruine mat. En dat is deze. Zo. Dus altijd eventjes een beetje voorzichtig vormen. Zo, kijk. Dan hebben we hier het woordje hartelijk. En dat wordt met foamtape op het kleine label geplakt. Nou, er zit hier achter een stukje plak. Dat was overgebleven. Dat halen we er even af. En we doen dus een stukje foamtape erachter. Ik neem foamtape van een millimeter. Even kijken. Heb ik ook nog een halve millimeter? Nee, niet hier. Dit is anderhalf. Nee, ik heb hier dus een millimeter. Dan neem ik even het smalle tape, de 5 mm breed en een millimeter dik. Dat gaat dus hierop. Zo. En die plakken we dus hierop. Hij kan ietsjes opzij. Zo. Kijk, en dan gaat hij dus in de voorste pocket. Dan hebben we nog het woordje gefeliciteerd. Dit is het. Kijk, ik ga hem dus eerst opplakken. En waarom doe ik dat? Dat vind ik makkelijk. Dan zit deze vast. Even kijken. De lijm aan de goede kant. Ja. Kijk, ik plak hem dus hier. Zo. En dan gaan we dus het woord gefeliciteerd eraf peuteren. Nou, dat is eventjes... Kijk, je hebt allemaal van die kleine dingetjes die erin blijven zitten. En die druk ik als het ware er even in. Hoop ik dat ze er achter zullen blijven als ik het woordje... Oh, ik heb nog bij hartelijk de puntjes vergeten. Oeh, net op tijd. Wacht even. Dit is één puntje op de ei, hè? En dit is het tweede puntje. Ja. Oh, ja. Kijk. Dus de puntjes op de ei. Niet op de i, maar op de ei. Nou, dan hebben we dus deze. Dan, kijk,
Er zitten allemaal van. Dat is het nadeel, vind ik wel. Als je dat Easy Connect tape gebruikt, dat je dus al deze dingetjes er apart uit moet halen. Je kan ze niet laten zitten. Want. Zo. En het kleeft natuurlijk enorm. Dan blijft ook nog een keer dat plastic, of dat beschermlaagje, dat blijft eraan zitten. Dus ik, eerlijk gezegd, de laatste tijd gebruik ik wat vaker mijn glue sheets om dit soort dingetjes te plakken. Zo. En dan gaat die er nog. Kijk, nou, alles is eruit. Dat zit nu aan mijn vingers. Zo. Nou, die haal ik er straks wel af. En kijk, en omdat ik dus dit al vastgezet had, vind ik dit makkelijker. Dan ligt in ieder geval vast iets vast. Zo. Nou. Wil je dat even netjes doen? Kijk. Zie je, met een beetje moed, beleid en trouw. Kom je een heel eind. Hebben we alleen nog eventjes. Even kijken, mijn prikpen. Moet ik dat beschermlaagje er even uithalen, zo. En hier zit in de E nog een dingetje. Kijk, nou zit hij vast. En dan moet alleen nog even een puntje op de I. Op deze I komt een puntje. En op deze I komt een puntje. Zo. Nou, dat is natuurlijk weer wel het geval. Als je het met de glue sheet doet, dan heb je de puntjes niet. Want die zijn zo vreselijk klein, die krijg je haast niet te pakken. Maar goed, het zit. En dit is even van mijn vingers af, want dat is heel irritant. Hebben jullie dit ook, als je wat aan je vingers hebt zitten, hè, dat het er niet af wil? Dat je er... Zo, nou zijn, alles is schoon. Goed, nou, dit is hem dus. De eerste van deze zondagse workshop. En het staat ook in de beschrijving twee kaarten. De plannerkaart en de piramidekaart. Dus als jullie het filmpje naar de hand opzoeken op YouTube, dan moet je kijken bij plannerkaart en piramidekaart. Of piramide en planner. In ieder geval, ik heb allebei de titels genoemd en kan niet missen. Nou, die leg ik even weg. En ondertussen neem ik heel even mijn slok koffie. Als jullie het niet erg vinden, neem ook even een slokje desnoods. Ja, nou, oké. Okay. Zo, lekker. Dat zit erin. Goed, dan krijgen we de piramidekaart, de dubbele piramidekaart. Misschien hebben jullie hem al eens gemaakt hoor. Dat weet ik niet, want je komt ze natuurlijk altijd tegen op het internet, op YouTube. Vooral veel op YouTube. Maar... We hadden dus op een gegeven moment een knipvel met deze plaatjes. Dat zijn een beetje van die nostalgische meisjes. En ja, wat moet je ermee? Nou, dat framepje wat er omheen zit, dat is van Sizzix. En ik heb hier het pakketje. In de pakketjes zitten verschillende kleurtjes. We hebben een groene uitvoering en een paarse uitvoering. Dat heeft te maken met dat plaatje wat we gebruiken. En... Nou, dit is dus, dit zit in het pakket, dit niet. Dus de, en dan hebben we dus dit in het pakket. En er zit hier van alles in, ook nog een parel. Dus denk erom, als jullie het binnenkrijgen, er zit een plakparel in. Dit is het framepje. En dat is een stans van Sizzix. Een dikke, een bits. Ik zal hem even pakken. Iedereen die dus een hele ouderwetse cuttlebug heeft, de groene of de roze, die kan deze stans gebruiken en de Big Shot. Iedereen die een Big Shot heeft kan hem gebruiken, want het is een dikke. En deze stans die gebruik je alleen maar tussen je twee snijplaten in. Dit is net zo dik als je platform wat je hebt. En hij is dus... hier is hij wat smaller, of zo is hij wat smaller. En op deze manier kan hij dus ook door de cuttlebug.
Want die heeft een opening van 15 centimeter. En de Big Shot heeft een opening van 16 centimeter. Dus door de Big Shot kan je hem wel zowel zo als zo draaien. Maar door de Cuttlebuck moet je hem alleen zo in de lengterichting doordraaien. Als je die dus hebt en je zou het leuk vinden, die stans is nog te koop. Dan kun je die dus wel door die machine gebruiken. Nou, dat is even een huishoudelijke mededeling tussendoor. We hebben hier twee roosjes. Dit is dus het frame. Ik zal hem nog even erbij pakken. Er zitten dus twee. Helaas heb ik het andere frame niet. Hier zit een rechthoekig frame. Ik weet niet, het is misschien... Ja, het is te zien. Zie je wel, die lijntjes hier? En dit is het ovale frame. Zie je, wat daar zit? Dat is deze. Nou, dan hebben we dus het plaatje. En dat past dus... Als je het een beetje uitknipt langs de rand, dan past het hier achter. Nou, dan hebben we hier nog wat. Het is een 3D plaatje. Als je het leuk vindt, dan kun je hem dus opbouwen in 3D. Dat hoeft niet, maar het is misschien... Het is een beetje uit, hè, 3D. Niet iedereen doet dat meer. En af en toe dan hebben wij dus toch wel... pakketjes die zijn betrekkelijk snel klaar. En dan doen we er gewoon een leuk 3D plaatje bij. Want dan zijn de dames toch nog even bezig, hè, met een workshop. Nou, ik heb er een strikje in zitten. Volgens mij hebben we die strikjes gemaakt. Want die heb ik met de strikjesmaker gemaakt. En dat is een heel leuk, lief klein strikje. En dan moet je een stukje van afknippen. En dat moet je bewaren. Want dat heb je weer nodig om het aan de bovenkant hier... vast te plakken. En dan komt dat strikje aan de bovenkant en dan gaat die plakparel daar bovenop. Dus als je het pakket hebt, knip voorzichtig een stukje. En ik doe het dan wel meteen een zwaluwstaartje. Ik vouw hem even dubbel. En ik knip vanaf de vouw naar boven. Nee, vanaf de vouw naar beneden, sorry. Dus hier zit het lintje dubbel gevouwen. Ik zet mijn schaartje schuin en dan krijg je dus vanzelf zo'n mooi zwaluwstaartje. Nou, dat moet ook aan de andere kant gedaan worden meteen. Nou, dus, nou heb ik hem even omgedraaid. Dit is het dubbel. En dan knip ik die kant op. En dan heb ik een zwaluwstaartje. Strakjes bij het opplakken moet je eventjes de... Zeg maar de pootjes van het strikje een beetje vormen. Dat komt straks. Dit stukje bewaren we even. En nou zit er in het pakket, als het goed is, ook een tekening. Even kijken, want waar heb ik die tekening? Ik heb hem hier niet in mijn pakket zitten. Maar er zit een beschrijving bij. En in de beschrijving staat dus, vouw de kaart dubbel. Dat is deze. De kaart is een gewone vierkante kaart. Van 28, sorry, het is geen gewone vierkante, het is 28 bij 14 centimeter. Dus die vouwen we dubbel. En even een beetje netjes recht, zo. Die vouwen dubbel. De vouw moet boven liggen. Leg de kaart nu open neer met de gladde kant naar je toe. En teken hulpstipjes. In de vouw op 7 centimeter. Dus we hebben een potlood, een liniaal. Op 7 centimeter in de vouw. Zo. Een hulplijn, een hulpstipje. Nou gaan we dus, en in de zijkanten ook op 7 centimeter, maar er staat niet bij welke zijkant. Je moet het in het bovenste deel doen, want dit is de voorkant. En hij wordt aan twee kanten gevouwen, dus we leggen hem zo neer. Dan ga je hier bij de middenvouw, hier heb je de 7 centimeter, bij de middenvouw, je zet dus hier een... lijntje en bij 14, want het is dus ook 7, zet je ook een hulpstipje en dat doe je ook aan deze kant. Dus ik leg mijn liniaal met de 7 op de vouw. Dan heb ik hier dus en hier een hulplijntje. En dan heb je nu vanaf de middenstip naar de zijkant toe.
ga je van deze kant. Vouw ril vanaf de middenstip naar de zijkanten toe. En ril vanaf de middenstip ook naar de hoeken van beide helften. Dus we nemen een rilpen. Dan heb je, hier is de middenstip. Hier is de zijkant op 7 centimeter. En we gaan dus rillen, even kijken. Zo, die kant op. En die kant. En dat doe je ook aan deze kant. Dus eigenlijk, je kan niet echt doorrillen. Hij loopt niet helemaal, nou ja, hij loopt wel aardig recht. Dus als je dit doet, zo, in één keer. En we doen het van deze kant ook zo, in één keer. Dus je maakt als het ware een soort kruis. Nou, die hebben we alvast. Dus die gaan we even vouwen. Voorvouwen een beetje. En deze ook een beetje. Zo. En nou moeten we ook nog vanaf deze middenstip naar de punt. Dus we gaan weer van deze kant af hier naar de punt rillen. Dan kun je dus niet je, nou, kijken, zou dat lukken? Ja, je kunt, als je een lange liniaal hebt, dan kun je inderdaad van punt naar punt zo helemaal doorvouwen. Zo. Nou, dat doen we ook aan deze kant. Eerlijk gezegd had ik dat nog niet eerder begrepen. En nu dat ik bezig ben, dan zie ik dat het dus makkelijk gaat. Je gaat dus gewoon van die punt naar die punt, zo. En dan zijn je vouwen klaar. Nou, die moeten we dan ook nog even doen. Nou, eerst eventjes kijken. Zo. Dan vouwen we even dat een beetje voor. Zo. Sorry. En dan moeten we dus, kijk, we gaan dus die, dat krijg je zo, en dan gaat die weer naar buiten. Want, nee, die gaat naar binnen. We hebben hier, wacht even, ik heb hier het model. Ik heb hier het model zoals die al in elkaar zit. Kijk, we hebben dus deze twee vouwen, die vouwen we in. En die, dus het zijn eigenlijk twee dalvouwen. Dit is een dalvouw. De grote is, nou ja, er staat een bergvouw en die kleine is een dalvouw. Zo. Zo. En dan is dit weer een bergvouw. Ja, het is eventjes een gedoe. Even kijken. Want we hebben natuurlijk aan de binnenkant gerild. En we gaan naar de buitenkant nu vouwen. Dus zo. Zo. En dit gaat zo. En dan gaat hij zo. Kijk, zie je? Dan hebben we alvast één kant. Zo. En dan moet die andere kant nog. Dus dit wordt ook... Oh ja, die had ik... die had ik nog niet voorgevouwen. Soms is het handig als je even je liniaal erbij legt. Dat je een beetje dit doet, zo. Dat is misschien ook weer een tip. Eventjes een beetje... Alvast langs je liniaal, dan zit dat er alvast in. En dan hebben we dus een berg en dit is een dal. Zo. Dit is berg en dit is dal. Zo. Nou, kom op joh. De eerste keer ging het heel goed. Ja, nou kijk. Het is eventjes een kwestie van met beleid de vouwen doen. En als je dat eenmaal hebt, dan zit je dus goed. Kijk, hij is aan alle kanten mooi gelijk. Even goed met je vouwbeen aandrukken. En dan hebben we dus de dubbele piramide. Misschien hebben jullie hem al eens eerder gemaakt hoor, dat weet ik niet. Maar het is voor mij eerlijk gezegd de eerste keer. En ik vond het wel een leuk idee. Sorry. Af en toe dan steek dat nog even de kop op, hè.
Nou, dan moeten we even kijken of dat een beetje gelijk loopt. Want dit is, als dit uitsteekt, dan is dit dus 3,5 centimeter. En dit is dus, nou ja, iets meer dan 3,5 centimeter. Dat heeft natuurlijk te maken met die rillijnen, hè? Nou, dan zit er in het pakket ook nog een los stukje. En dat is het strookje. Even kijken. Dat is dit strookje. Maar dat klopt niet helemaal, want ik geloof dat... Nee, dat is dit strookje. Dit stukje zit erin. Dit stukje is 8 centimeter bij 6. En dat moet je dus... wat staat hier? Ril het tussenstukje op 1 en op 5 centimeter en vouw dit in zigzag. Kijk, we leggen hem zo neer. We rillen hem op 1 centimeter. Dus van het lange stuk. En op 5. Dit is dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat betekent aan allebei de kanten op 1 centimeter rillen. Zo. En dan vouwen we dit in zigzag. Zo. Zo, dan heb je dit. Dit stukje, dat moet later hier tussen geplakt. En dat past dan precies tussen deze schuine kant. Kijk, dit past er zo precies tussen. Nou, hij moet andersom, hij moet zo. Dit is gelijk. De punt wijst naar buiten en dat komt hier tussen. En dan gaat hij dus verder niet meer open. Dus dit komt er zo tussen. Oh, dat is maar heel pijn. Kijk, dat zit dus hier tussen in deze kaart. En ongeveer op een centimeter afstand hier van de onderkant af. Dus van deze onderkant af ongeveer een centimeter plak je dit. En dan blijft hij dus netjes bij elkaar. Nou, dat is dat. Verder zit er in een stukje designpapier. Nou, ik heb hier dus een volledig velletje designpapier. En dat designpapier, dat moet je dus op maat maken. Teken op het designpapier op 6,5 centimeter. Even kijken. Het tussenstukje. Snijd het vierkantje diagonaal door. Daar zat een vierkantje in. Dus dit. Dit vierkantje. Dat moet je dus diagonaal doorsnijden. Schuin dus. Even kijken, waar is het andere stukje? Want zo te zien is er wat uit het zakje gevallen. Maar goed, dat hindert niet. We hebben dit dus. Nee, dit zijn geen twee stukjes. En dit moet je dus schuin doorsnijden. Want dit komt dan hierin. En dan moet je even meten. Dat plak je dus, dat is dit stukje. Dat snijden we dus door. Even kijken, mijn liniaal en mijn mes. Ik doe het aan de witte kant, dan kan ik heel goed de puntjes zien. Zo. Kijk. En dan moet dit dus hier passen. Hier tussen. Zo. Dat is één. En dit is de andere. Dat is de bedoeling. Gaan we straks ook doen. Nou, dan heb ik hier dus een stukje. Ja, ik heb hier een gebruikstukje. Daar is wat uit. Want dit moet eerst op 14, want dit is 14 centimeter. Even kijken, designpapier moet je op 13 bij 13 snijden. Dus je moet eerst het designpapier even snijden op 13 bij 13. Nou, ik leg hem even op mijn mat. Want het is een volledig velletje van 15,2. En dus dan gaan we bij 13 centimeter gaan we eventjes afsnijden. Dat is hier. Bij deze lijn. Zo. Dit gaat eraf. En dan moet hij dus ook aan deze kant op 13. Ik leg hem eventjes op zijn kop. Zo. Dit wordt ook 13. Dat is ook weer dit lijntje. En dan valt net. Dus dat hoekje valt eraf. En dan gaan we het midden bepalen. 13, de helft van 13 is 6,5. Kijk, dus je legt hem hier bij 13 en je legt hier bij 6,5 een puntje. En dan gaan we van die 6,5 naar de punt snijden. En dat wordt dus het voorste gedeelte. Zo.
Kijk, en dan valt dus dat stukje wat ik gebruikt heb, valt eraf. Want ik had niet meer, dus ik heb dit even gebruikt om voor deze kaart, om dat te maken. Zo. En dan wordt dit, deze punt, die komt hier aan de voorkant. He, dus je snijdt het, het staat in de beschrijving, snij je die zijpapier op 13 bij 13 centimeter. Nou, dat gaan we dan opplakken. Ik heb geen randjes beïnkt. Nee, ik heb het er ook niet bij staan. Ik heb de randjes niet beïnkt, dus het gaat gewoon zo en zo. En dan komt deze hier. En als je hem dus goed gerild en gevouwen hebt, zie je, dan komt dat dus mooi uit. Nou, dan hebben we dus die twee hoekjes. Even kijken, dat is deze geweest. Ja. Het hoekje gaan we even insmeren. Even kijken. Dubbelzijdig tape aan de achterkant. Voor de stansen eerst dubbelzijdig tape aan de achterkant van het karton. Ja, dat is eigenlijk een goede tip. Ja, ik doe het ook vaak. Ik plak het er dan achter. Ik heb van het Easy Connect tape, onder andere. En het is er ook van Elisabeth Kraft. Die heeft ook dubbelzijdig tape, wat je kunt gebruiken. En van Joycraft heb je net zo'n rol. Kijk, we hebben dus deze hoek. En die komt hier. Als je het, zeg ik, als je het goed rilt en vouwt, dan kan het niet missen. Dan klopt het allemaal. En heb je een klein beetje dat het afwijkt, knip of snij het op maat. Nou, dat is dit. En dan gaan we het tussenstukje ertussen doen. Dat doe ik wel met tape. Dat het wat steviger zit. Even kijken. Want ik heb op het moment niet mijn 6 mm tape. Dus ik neem even de 3. En dan doe ik gewoon twee strookjes van 3. Dat blijft ook zitten. En dit is toevallig het tape van Elisabeth Kraft. Want mijn, ik heb weer een scoretape binnen van 3 mm. Maar het was een tijdje uitverkocht. En als alternatief heb ik deze genomen. En die is net zo goed. Dus er zit weinig verschil in kleefkracht, eerlijk gezegd. Is mijn ervaring. En dat komt ook omdat ik het dus altijd aanstrijk met mijn vouwbeen. Ook dit. Zo. Nou, die wordt dus op een centimeter aan de binnenkant geplakt. Dan halen we deze er vast af. Zo. En dan doe ik hem even open. En een klein beetje op gevoel. Zo. En dan halen we dit eraf. Zo. Ik leg hem dubbel. Ik hou hem even vast. Zo. Kijk. En nou staat mijn kaart. En dan kan die dus niet meer inzakken. Nou zie ik dat hij er iets onderuit steekt. Dus eigenlijk had hij misschien hier iets, ja, er zit ietsje scheef. Kijken of ik dat nog kan herstellen. Ja, dat gaat nog. Dus hij moet iets meer naar binnen toe. Zo, nou. Dat is dat. Deze punten die overblijven. Ik zag dat er een, dat ook iemand een keer deze hier op maat had gesneden. Hier aan de achterkant of zo, maar dat past bijna niet, dus dit gooi je gewoon weg. Achter wonen geen mensen, zeggen we dan. En dan hebben we dus het lijstje, het plaatje, het framepje. Ik zal hem nog ietsjes, het randje iets verder afknippen. Want ik zag dat hij er toch nog iets uitkwam. Het is een beetje een lastig ovaaltje. Ik heb daar geen goede mal voor. Kijk, en dan komt hij dus hierachter. Ja, nou zit hij aan de binnenkant. Dus ik doe een beetje lijm aan het framepje. Zo. En dan gaat het plaatje zo erop. En dan kijk ik even dat hij een beetje zo.
Kijk, dus je moet even kijken hoe die dan het mooiste uitkomt. En dat gaat met foamtape op de voorkant. Twee stukjes foamtape. Op de voorkant. Zo. Ja, het is een beetje een vreemde kleurencombinatie. Omdat dus het papier wat we gebruikt hebben, dat was op. En vandaar dat ik hier dus wat lila heb zitten. Maar in de pakketjes zit het allemaal bijpassend. Het is het papier... Het designpapier van de Scratched Metal. Dat is een heel mooi papier. Dat heb ik al een paar keer gebruikt. En dat past er dus heel goed hierbij. Dat donkere zit erin en dat lichte zit erin. Nou, dan hebben we hier dus nog wat bloemetjes. Die gaan we straks daar plakken. En het strikje. Nou hebben we dit gedeelte, dit stukje. Dit stukje, dat moet dus even hier geplakt worden. Zo, nou dat puntje wat eraan zit... Dat laat ik zitten. Ik maak hem even iets korter. En ik doe dubbeltape, een stukje dubbeltape, vanaf het lijstje naar hier naartoe. Zo. Dit is de 3 mm tape wat ik hier gebruik. En omdat er hier dus foamtape achter zit, kun je makkelijk het lintje er een beetje onder verbergen. En dan... heb je dus het idee van een schilderijtje wat hangt. Had ik zo bedacht. Draai hem even om. Ik leg die punt die ik heb overgehouden van die zwaluwstaart, die leg ik in de punt. Zo, dit schuiven we eronder. Nou, het moet wel een beetje recht. Ik zie dat hij een beetje scheef loopt. Even losmaken. Zo. Zo. Nou, dan hebben we het strikje. Normaal doe ik dat wel met mijn lijmpistool, maar die staat te ver weg, kan ik niet aanzetten. Dus ik denk dat ik het toch maar gewoon even met de Dutch Doobadoo lijm doe. Een kloddertje. En dan leg ik het strikje erop. Ik hou even dat lusje naar beneden. En dan, nou ja, even wachten tot het een beetje droog is. Het pakt wel, je kan er echt wel alles mee plakken. Nee, dat houdt niet. Dus dan zou ik een stukje dubbeltape moeten nemen. Ja, laat ik dat maar doen. Ik neem een stukje scoretape. Dat is toch handiger. En dat zit meteen vast. Zo. Een stukje scoretape doen we hierop. En dan komt het strikje. Erop. Zo. Het staartje naar beneden. En. Zo. En hij zit. Dan hebben we ook nog een plakparel. Daar zit plak aan. Maar. Ik weet niet of het goed houdt. Ja. Hij plakt behoorlijk. En de bedoeling is dat die dus ook hier op de strik komt. Zo. Verder hebben we erin... Dit is dus een 3D plaatje. Kun je zelf nog opbouwen. En dan staat er hier een tekstje van lieve groeten. Nou, de lieve groeten die heb ik dus met de computer gemaakt. Dat is dit. Er zit een stukje in. En de bedoeling is dat je het woord lieve groeten zo krap mogelijk uitsnijdt. Nou, ik doe dit... Ik leg mijn ruitjeslineaal, die leg ik zo neer. Zo. En dan heb ik dus aan de zijkant een ruitje. Vanaf de eerste letter een ruitje. En vanaf de laatste letter ook een ruitje. Zo. En dan hebben we dus een tekst. Lieve groeten. En dat woordje lieve groeten, nou dat is nog te groot... Hij moet dus echt helemaal vanaf de letter zelf, moet je hem dus afsnijden. Anders wordt het zo groot.
En dan doen we dit ook nog een klein stuk. Nee, dat kan wel zo. Kijk, dat komt dan hier. Als je dus dat te groot vindt, dan kun je dat natuurlijk ook nog kleiner maken. Je kunt ook zeggen van, ik knip hele kleine schuine hoekjes af. Kijk, zo. En zo, dan heb je meer het idee van een labeltje. Kijk, zo. Een beetje op gevoel, zie je wel. Nou, dan doen we daar een stukje foamtape achter. Oh, mijn rol is op. Dat komt mooi uit. Gaat gelijk in de prullenbak. Zo. En die plakken we hier. En dan hebben we de roosjes nog. Nou, de roosjes die moeten inderdaad... Ik denk dat ik ook weer een stukje dubbeltape doe. Voor de roosjes. Zo. Ik neem het bredere tape van Elisabeth Krat. Even scoretape. En die roosjes die komen dan hier ongeveer. Zo. Dus ik doe een... Nou, het is iets kleiner. Ik plak gewoon dit tape hier. En ik heb de steeltjes van de roosjes afgeknipt. Dat is een 1. En deze komt hier. Nou, dit is dus de hele kaart. Zo is die geworden. Ik hoop toch dat jullie dat leuk vinden. En de tekening is... Ik moet even kijken of ik hem al in bestanden heb gezet. Want er is een tekening van. Want we hebben ook nog zo'nzelfde, maar dan een enkele piramidekaart. Dit is de dubbele. En die enkele die komt er voor een paar weken. Dat is een hele leuke. Een beetje vrolijk kaartje. Nou, dit is dus geworden. En dat was hem. Ik zou zeggen, dames, het is nu net... Oh, we zijn een uurtje ongeveer bezig. Het is 10:56 hier. En ik wens jullie een hele fijne zondag. Ja, Gerrie, dat is niet erg, want ik ga hem straks dus opslaan. En ik zet hem op Facebook, YouTube, op mijn kanaal. En dan kun je hem altijd daar nog terugkijken. En dan kun je ook de boel stilzetten als je met de maat zit. In dit pakketje zit dus een summiere beschrijving. Dit zit erin, met plaatje. Maar je moet even goed lezen. De basiskaart 2814, tussenstukje. En dan designpapier moet je op 1313 maken. En een 3D-plaatje, tekstlabel en een touwtje. En dan staat de rest er dus in. Nou, dames, bedankt nogmaals. Ja, dankjewel. Nou, dat gaat wel goed hoor met die stem. En dat stelt niks voor. Nou, ik wens jullie nog een hele fijne zondag. Misschien komt er nog een live, ik weet het niet. Het is de laatste tijd erg druk op het net. Heel gezellig ook wel. En kaart voor volgende week. Oh ja, goed zo, Carla. Heel goed. Kaart voor volgende week. Ja, nou, daar gaan we. Inderdaad. Heel goed. Dat wordt... Oh nee, deze wordt het niet. Omdat we naar Vaderdag lopen. Want volgende week is het dus de 13e. En dan heb je toch nog even tijd nodig om een dingetje te maken. En dan hadden we dus... En het is een mapje... Een geldmapje of een cadeaumapje. En het is van Joycraft. Dat heeft Geertje Deelstra al een keer in een film. In een make a card, meen ik, ooit uitgelegd. En dat is dus dit. Dat wordt een soort mapje. Waar je een cadeaukaart in kunt doen. Maar je kan ook die cadeaukaart. Dat zit een kaartje bij. Dat kaartje, daar kun je aan de achterkant ook een soort pocketje maken. Dat je er... een briefje van of geld in stopt. En de bedoeling is, omdat voor Vaderdag dachten we, dat is misschien leuk, want wat moet je voor vader kopen? Geef vader een cadeaubon voor zijn hobby. Of misschien wel voor een lekker borreltje. Hè? Of, waar vader dus de interesse of de hobby van pa, die kun je dan aangeven met een... met een cadeaukaartje, denk ik. In ieder geval, dit is de bedoeling dat we die gaan maken. Ik zal erbij zeggen, ik heb hem zelf nog nooit gemaakt. Dus ik doe ook stap voor stap. Joke heeft hem gemaakt en die heeft het allemaal uitgelegd. Dus ik ga dat ook stap voor stap doen. De pakketjes die zijn dus te bestellen. Die ga ik dus straks allemaal in de webshop zetten. Als je het mee wilt doen,
dan kun je het pakketje bestellen. Verder weet ik niet of er nog, ja, van deze kaart, de kaart van Crealice, die is meen ik op, dat weet ik niet zeker, want ik moet even nakijken. En van de dubbele piramidekaarten zijn dus nog wat pakketjes van. Ik zal straks even kijken in de webshop hoeveel ik nog heb, tenminste de voorraad bijwerken. En dan komt deze er ook in te staan. Voor het geval je zegt, nou, ik vind het wel leuk om mee te doen. Het is niet echt mannelijk papier, dat niet. Want het is natuurlijk ook weer opgemaakt van restjes. Want anders dan worden de pakketten gewoon veel te duur. Als ik daar dus steeds nieuw papier voor moet gebruiken. En ik probeer het zoveel mogelijk toch te houden op 3,5, 4, nou hooguit 4,5 euro en meer niet. Maar de meeste pakketjes die zijn altijd 3,50. En dat is, geldt ook voor deze, omdat we dat dus ook weer gemaakt hebben van restantjes die we al eerder gebruikt hebben in andere workshops. Nou, dus dat gaat het volgende week worden. Hij sluit met een draadje. Dat is van dat, hoe heet dat spul? Van het koken, ja, ik kan er niet zo goed op komen. Maar het is een in roze of lila wit. Het is niet echt een mannenkleur, maar ach. Voor mannen hebben ook hele leuke shirts en truien in pasteltinten. Dus dit kan ook, vind ik. Goed, nou dat was het dan voor vandaag. De kaart voor volgende week is bekend. En ik nogmaals een hele fijne zondag. Geniet van het mooie weer. En dan tot de volgende week. Doei doei!